Nou mensen, vandaag zit ik aan de Kloosterhof in Delfzen. Hartje Delfzen zou ik bijna zeggen. Nu wel. En ik zit hier aan tafel met Gerlof Veldhuis. En TV Delfzen komt natuurlijk van Lemelenveld tot en met Nieuw-Leuzen en alles wat ertussenin zit. En er zijn niet veel mensen die overal in de gemeente over straat kunnen en herkend worden. En dat is een van de mensen die dat wel is Gerlof Veldhuis. Want ja, ik denk dat bijna iedereen jouw gezicht in ieder geval herkent. Ja. En ook weet dat jij hier heel lang gemeentebestuurder bent geweest. Maar ook op heel veel andere terreinen. Dus ik denk, nou, laat ik nou eerst eens vandaag naar Gerlof Veldhuis gaan. Om eens even met hem te kijken hoe zijn leven eigenlijk verlopen is. Want dat is alweer een tijdje gaande. Ja, 73 jaar. Je zou het niet zeggen, maar 73 jaar. Ja, al, hè? Ja, ja. Want waar ben jij geboren, Gerlof? Ik ben geboren in Berchem, Friesland. Berchem in Friesland. Wat Tietjerkster dat deel, hè? Ja. En dat is al 73 jaar geleden. En dat was in de oorlog. Ik heb niks van de oorlog gemerkt. Daarvoor was ik ten eerste te jong. En ten tweede zaten we in een goede provincie wat dat betreft. Hè? Ja. Echt honger hebben we nooit geleden. We moesten wel kalm aandoen, dat heb ik ook wel in mijn jeugd wel gemerkt, maar het was niet dat ik zeg van nou, heeft slechte herinneringen of zo. Helemaal niet, nee. Mijn ouders die kwamen uit de Achterhoek van Gelderland, Doetinchem, daar hebben ze elkaar leren kennen, ja. Want allebei zaten ze in het onderwijs. Mijn moeder die had ouders die uit Heerenveen kwamen en toen mijn vader dus voor de oorlog een baan vroeg, toen is hij in Berchem, is hij daar terechtgekomen. Ja, ja. Vandaar dat ik wel Fries van geboorte ben, maar we hebben nooit thuis Fries gesproken. Nee? Nee, nee. Wel Achterhoeks? Nee, ook niet. Nee, nee. Ik vind het nog steeds een mooi taaltje, ook het Achterhoeks, maar ook het Fries. Want op de straat leer je natuurlijk wel Fries kennen. Alleen wij gingen toen ik het jaar of 8 was, gingen wij naar Leeuwarden verhuizen. Nou, en in Leeuwarden spreekt men ook geen Fries. Dat is een soort stadsfries. Ja. En na 5 jaar, toen was ik 13, toen zijn we naar Heerenveen verhuisd. Nou, en daar spreekt men ook niet echt Fries. Dat is ook een soort stadsfries. Dus ik heb eigenlijk nooit veel Fries gesproken. Totdat we hier later in Delfzen kwamen wonen. En daar hebben we heel veel Fries gesproken. Ja. Er komen weer vrienden of kennissen die dan Fries spreken en dan, dat gebeurt dan, hè? Ja. Ja? Ja, ja. Dus je hebt het wel zo aangeleerd, zeg maar, dat je het gewoon volledig mee kan praten? Ik kan er dan mee praten. Ik kan het ook, ik kan ook wel Fries spreken. Maar echte Friezen die zullen meteen zeggen van, daar zit iets niet helemaal goed. Net zoals hier, het Sallands, dat probeer ik dan wel eens een keer, maar dat zijn een paar woordjes. Ja, en dat moet je dan ook niet verder doen. Is Fries makkelijker te leren dan zeg maar ons Sallands? Nee, ik denk het niet. Kijk, dat hangt er vanaf waar je dus bent opgegroeid. Toen ik in Friesland woonde, makkelijk natuurlijk. En toen vond ik, als ik dus dan Sallands hoorde, vond ik dat moeilijk. Nou woon ik al x aantal jaar, meer dan 50 jaar hier in het Sallandse. Dan is dit natuurlijk veel gemakkelijker dan het Fries. Ja, maar toch zijn er niet zoveel mensen. Je zegt het zelf ook wel, ik ga het maar niet spreken, want dat gaat onmiddellijk ja lacherig worden. Of, nou, kijk, dat valt op bij Fries. Als je in Friesland gaat wonen, dan doe je dat denk ik makkelijker. Dat wordt ook van je verlangd. Nou, dat is natuurlijk wel wat anders. Kijk, als jij dus in Friesland woont en daar zijn dus sommige mensen redelijk fanatiek. Maar het hangt niet alleen maar af van het fanatisme. Maar die mensen die zijn ook van jongs af aan gewend om Fries te spreken. Hier kan men veel gemakkelijker ook Nederlands spreken, buiten het Sallandse. Dus daarom is dat verschil is groter. Ja, ja. Ja, dus, ik vind het hier, is, ja, kijk, als ik met mensen gewoon spreek, dan spreek ik een paar woorden Sallands. Maar dan moet je ook niet verder gaan, want het echte Sallandse, dat is op zo'n dialectavond, waar ik dan ook wel eens een keer bij aanwezig ben, daar komen uitdrukkingen voor waar ik nog nooit van gehoord heb. Nee, ik ook niet, hoor. Gelukkig ook Sallanders die dat dus zien. Nee, nee. Nee, dat is ook een beetje het extremistische dialect wat doorgesproken wordt. Ja, maar ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi, want ik vind talen vind ik überhaupt wel mooi.
Ja, want je bent ook later taaldocent geworden. Dus ja, moet je wel iets met taal hebben? Ja, dat heb ik ook wel. Ja. Ja. Maar even terug nog naar je geboorteplek. Dat was dus Berchem. Ja. En wat voor gezin kwam jij terecht? Mijn ouders waren dus allebei in het onderwijs. Mijn moeder, toen die trouwde, moest uit het onderwijs, want dat was in die tijd zo. Ja, mijn vader was onderwijzer aan de lagere school en werd al voor de oorlog al benoemd aan de ULO. De MULO heette dat toen nog. En later is hij dus naar Heerenveen gegaan en is hij docent aan de kweekschool geworden. De tegenwoordige PABO zou dat zijn. Ja. En die kweekschool, daar is hij dus later adjunct-directeur van geworden. En toen wij later naar Heerenveen verhuisden, toen ben ik later, ik ben eerst naar het lyceum gegaan. Daar heb ik, na de derde klas moet je dan kiezen, HBS of gymnasium. Toen ben ik naar het gymnasium gegaan. En ik heb het gymnasium niet afgemaakt. Ik ben tot 5 beta gekomen en toen had ik er geen zin meer in. Beta? Beta. Wiskunde. Jazeker. Ik had op wiskunde hoge cijfers hoor. Ja. En talen heel laag. Oké. Okay. Ja. Maar ik vond het sfeertje niet goed. Ik vond het niet prettig. En toen ben ik naar de kweekschool gegaan en daar heb ik een fantastische tijd gehad. Wel, de kweekschool van je vader? Wel les van mijn vader gehad. Maar ja, goed, dat is ook een kwestie van wennen hoor. En dat ging wel goed. Ja, ja. En was jij enig kind of waren er meer kinderen? Nee hoor, ik had nog een broer, een oudere broer en ik heb 2 jongere zussen. Ja, en mijn oudste broer die is ook toen naar het gymnasium gegaan. Alleen dat was echt iemand die dus heel goed kon leren ook, en daar ook aardigheid aan had. Die is zelfs die docent Grieks en Latijn geworden. Nou, dan weet je het wel. Dus, en ik ben later ook het onderwijs ingegaan. Mijn jongere zussen zijn later ook het onderwijs ingegaan. De jongste eerst via dus, Zwolle, de verpleegstersopleiding. En die is later docent voor verpleegsters geworden. Dus, onderwijsfamilie, hè? Altijd iets met onderwijs, ja. Appels ja. En bomen, daar is iets mee. Dus ja, dat is heel raar, hè? Ja, 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 ja. En hoe herinner je die tijd daar in Berchem later? Kijk, ik heb zo pas al gezegd, we hebben een hele mooie tijd gehad. Ik heb een goede jeugd gehad. We hebben natuurlijk ook wel boterhammen met niks moeten eten, wat dat betreft. Maar ik heb een heel ontspannen jeugd gehad. Ik werd in Leeuwarden. Op een gegeven moment kreeg ik lichamelijk wel even wat. Toen kreeg ik iets, ik dacht aan de knie, maar het bleek aan de heup te zijn. En dat is een heupziekte kreeg ik toen ik een jaar of 8, 9 was. En toen heb ik eerst een jaar thuis moeten zitten, want dan mocht je niet op lopen. En toen kreeg ik een beugel aangemeten. En dus dat heeft mijn ontwikkeling lichamelijk wel wat gestremd. Ik mocht later ook niet schaatsen en dat soort dingen. En dus je kon later ook nog steeds zien dat die groei van dat ene been ook achtergebleven is. Je kunt het nog zien. Ja, maar dat noem ik dan altijd maar mijn handelsmerk. Ja, herkenbaar, hè? Zo valt iedereen op zijn eigen manier op. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Dus, maar ik heb er ook geen pijn verder aan gehad, nee. En pas 3 jaar geleden heb ik een echte nieuwe heup gekregen. Oh, toch wel? Op diezelfde plek, zeg maar, diezelfde heup. Ja. En dat is ook helemaal ingepakt. En daarmee hebben ze niet je handelsmerk weggenomen? Nee, want kijk, als jij dus 70 of 60 jaar op een bepaalde manier loopt, dan kan het nog zo goed zijn. Want die benen die zijn nu allebei even lang, maar ja, die manier van lopen blijft wel. Ja. Maar dat was dus in mijn jeugd was dat zou het een beperking kunnen zijn geweest, maar ja, dan doe je wat anders. En, ik mocht op een gegeven moment wel gaan zwemmen. En dat heb ik ook opgepakt. Ik heb in Heerenveen ben ik in het waterpolo-team terechtgekomen. Daar heb ik hier ook nog een foto van, als je die wilt zien. Jazeker. Ja. Want je hebt allemaal fotoalbums bij je. Ja. Op verzoek. Hier is het. Dat is het Heerenveense waterpolo-team. Heerenveense waterpolo-team. Oké. Okay. En daar zitten dus. De stoere jongens in, hè? Ja? Maar wij waren toen. Was dat een stoere sport? Ja, het was een stoere sport. Het was een harde sport, want wij zwommen in natuurbaden. Dus je kon niks zien wat er onder water gebeurde. Ging naar de kweekschool. Ja. En op de kweekschool, ja. Terwijl je een hekel had aan talen.
Terwijl kweekschool is taal toch? Ja, dus taal was het belangrijk. Dus ik heb die, natuurlijk, ik heb die kweekschool heb ik, met twee vingers in de neus heb door geworsteld. Ik hoefde er bijna niks aan te doen. Dat was natuurlijk het. Maar ja, ik vond het wel mooi. Ja. En we kregen ook de kans van de kweekschooldirectie, waar mijn vader er natuurlijk ook in zat, om je te ontwikkelen. En dat was natuurlijk ook wel heel goed. Hè? We deden, en daar zat ik op lyceum al gedaan, daar zat ik al in een schoolband. En daar speelde ik dan. Dat werd dan door de school gestimuleerd? Als het bij de kweekschool zeker, ja. In welke manier? Nou, op de kweekschool hadden wij dus een. Op een gegeven moment werd er dus gezegd van, goh, er is een soort van een wedstrijdje voor mensen die dus, amateur, je kent bijvoorbeeld spot, ken je wel, hè? Ja. Ja, nou, dat was daar ook zoiets, ja. En toen hebben wij in die kweekselklas hebben vier jongens met elkaar gezegd van, weet je wat, dan gaan wij daar eens een paar liedjes in studeren. Negro spirituals en volksliedjes en op die manier. En vierstemmig en met een gitaar erbij. Ja, dat was ook bij, denk ik. Daar was ik ook bij. En toen hebben we dus dat gedaan. En toen bleek dat het zo goed was dat we met wedstrijden meededen. En daar vrijwel altijd de eerste prijs wonnen. Nou, dat is leuk. En dan doe je ook op een gegeven moment doe je ook mee met grotere wedstrijden. En zelfs landelijke wedstrijden. We hebben ook nog meegedaan met een talentenjacht waar André van Duin is ontdekt. In de voorronde. En toen zijn we in de finale zelfs terecht gekomen. Je moest in de finale tegen André van Duin? Nee, die was van tevoren al afgevallen. Waarom? Omdat wij, al die mensen die meededen, dat was allemaal muziek maken. Yeah. En André van Duin was in theater. Dat was toen zijn opname met dat lachen. Dan deed hij dingen na. Dat was heel bekend. Dus die, yeah. Maar wij moesten eerst naar de halve finale in Musée Sacrum in Arnhem. En later werden we daar ook eerst, of in ieder geval een van de eersten. En toen mochten we naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dus wij hebben die trappen hebben we afgetreden, yeah. Zijn we afgetreden. En toen moesten we optreden en nou ja, dat ging allemaal prachtig. Alleen we hebben daar niet de eerste prijs gewonnen. Ah. De eerste prijs was opname, in die tijd was dat natuurlijk fantastisch, dat je dan een grammofoonplaat mocht maken. Yeah. Maar wij hadden dus Negro Spirituals en ja, dat deden wij op onze manier. En we hebben wel een aanbieding gehad toen van een platenmaatschappij. En die zeiden van ja, we willen wel een plaat met jullie maken. Maar dan moet je liedjes zingen van Johannes de Heer. Nou, dat hebben we dus weer een andere genre. Ja, dat hebben we dus niet gedaan. Dat was een beetje te. Ja. Hoewel we dus met die Negro Spirituals in die tijd wel in kerkdiensten optraden. Ja. Want de dominee is toen. Maar iets de vlottere hoek, zeg maar. Ja, die bij de jeugddiensten, hè. En dan waren wij daar en dat was een. Dat trok ook volle kerken. Je hebt daar ook een DVD van liggen, dacht ik. Is dat ja, deze? Ja, we hebben op een gegeven moment hebben dus daardoor wel hebben wij een paar televisieoptredens gehad. Ja. In één optreden, dat was dus nog voor Nederland 2. Toen waren er nog maar twee televisiezenders. Waarbij de tweede televisiezender, alleen maar via zender Lopik werd uitgezonden. Dus toen wij dat programma wilden zien, toen moesten wij naar Harderwijk reizen vanuit Heerenveen om ons eigen programma te kunnen zien. Ja, 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 ja. En we hebben zo twee gehad. En het was ook nog een soort van een hoetenanny show, weet ik nog wel. En daar hebben we ook opgetreden. En heette dat programma Tiener Magazine? Dit was Tiener Magazine en een onderdeel daarvan was een liedje dat wij dus dan ook zongen. Goedenavond allemaal. Tiener Magazine introduceert de Friese vocal group The Four Teachers met Yellow Bird. Yellow bird, up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Bid your lady friend leave your nest again. That is very sad, makes me feel so bad. You can fly away. Sky away, you're more lucky than me. Ja, en dat heb ik dus jaren 5 geleden via beeld en geluid, want daar staan al die programma's nog op, ja. kun je daar kopen. En dat hebben we dan opgevraagd en dat is wel leuk om dat nog eens weer eens te bekijken. Hè? Ja. Ja. Maar dan zie je ook wel dat
heel anders is dan tegenwoordig. Wij waren statisch, we zaten heel tegenwoordig dat is allemaal met beweging en zo, nou, daar hadden wij nog nooit van gehoord. Maar het was wel heel leuk, ja. Ik denk als je dan Negro Spiritual doet, dan heb je toch wel iets van uit Amerika over. Ja, dat zagen we ook wel en dat zeiden we ook altijd wel. Toen zeiden maar wij gewoon van, bewust voor die vorm, dat misschien zit in de genen van die donkere mensen. En dat kun je niet namaken. En dus wij richten ons op zo zuiver mogelijk. En dat ging ook goed. Ik heb 11 jaar vioolles gehad. Ja. En als kind zijnde? Als kind zijnde, vanaf mijn 9e of zo, ja. En dat was in die tijd, vlak na de oorlog, toen woonden we in Leeuwarden. En dat alles was nog herstellende van de oorlog. Ja. Ook de salarissen van mijn vader, die waren allemaal nog zeer laag. En dus toen ik van de muziekschool afkwam, toen kreeg ik het advies om piano te spelen, want ik zou een heel goede pianist worden, voorspelde ze. Maar een piano, dat kostte nogal wat. Er was geen geld voor. Maar dus toen kregen mijn ouders een gelegenheid om een viool voor mij te kopen. Nou, en dat was maar 15 of zo, noem maar wat. Yeah. En toen heb ik vioolles gekregen. Maar later, toen werden die salarissen bijgesteld en toen is er bij ons thuis wel een piano gekomen. En toen hebben mijn broer en zussen hebben daar ook pianoles gehad, niet zo lang. Maar ik vond het wel leuk, dus ik speelde ook, terwijl ik geen les had. Daar heb je geen les in gehad? Geen les gehad, maar toen ik op het lyceum zat, toen was er ook een muziek of een band. En nou ja, daar speelde ik dan ook wel eens bij. In de tweede klas al, dus toen was ik nog 13 of zo. En dat ging erbij staan, dat vond ik leuk, dat vond ik prachtig. En op een gegeven moment breidde zich dat uit. En op de kweekschool, toen was het zo, toen hadden we dus met die 4 jongens en die band erbij. Want daar hadden we in die kweekschool elke maand een leerlingenavond. En die leerlingenavond, daar zorgden wij met elkaar voor dat er dus sketches waren en van alles en nog wat. En dan werd je dus min of meer gedwongen om eens eventjes heel frivool iets te maken. En nou, dat deden wij dan ook. En daar traden we ook met die 4 jongens op. En we hebben ook wel een jongen gehad die, dat was in de tijd van de one-man show, hè, van bijvoorbeeld Toon Hermans. Die heeft op een gegeven moment ook een hele one-man show van gemaakt. Ja, dat was allemaal knap hoor. Ik heb hier nog een foto van die klas waar ik in zat. Ja. Yeah. Van de kweekschool. Oké. Okay. En dat was september. En daar zie je dus september 61. En daar zie je nog, daar zie je ons opstaan. Drie mensen die op die met die 4 jongens waren. En de 4e die zat in de andere klas. Ja. Yeah. En deze meneer, dat is Foppe de Haan. Oh ja. Die heeft 5 jaar bij ons in de klas gezeten. Of hij bij ons, of wij bij hem. Maar oh ja. Ja, ja. Is Fop ook leraar, kweekschoolleerling geweest? Ja, ja. Dus we kennen hem nog steeds. We hebben 1 keer in de 2 jaar hebben wij een reunie van die klas. Fop de Haan is de trainer van de voetbalclub Heerenveen, hè? Ja, ja, ja. Minder ingewijden. Ja, en die, dus die, 1 keer in de 2 jaar hebben wij dus zo'n reunie. En de laatste keer hebben we dat hier in de Halse gehad. Oh ja? Want, was jij gastheer? En was ik gastheer en toen hebben we ook Huis den Berg nog gekeken en zo, want dat doe ik dan ook. Hè. En de gymlessen, daar maakten wij muziek. Speelde ik op een blokfluit, zie je wel. Dat was ik dan hoor. Yeah. Ja, het is een beetje verschillend met nu hoor. Je moet het nog herkennen. Hè? Maar dus dat gebeurde tijdens een tijdens een gymles. En er werd dus nieuwe manier van gymles geven. Ja, en ook samenspringen zie ik daar. Ja hoor. Best wel bijzonder. Ja, dus dat zijn allemaal hele leuke dingen zijn dat. Leuke dingen, leuke herinneringen ook. Nou, en toen kwam dus de tijd dat je dus eventueel in dienst moest. Maar omdat ik er met dat been zat, kreeg ik dus een briefje binnen de deur. Keuring voor dienstplicht, voor goed ongeschikt. Ze weten niet wat ze missen. Voor goed ongeschikt. Voor goed ongeschikt. Dus, maar ik ben dus, daarna ben ik dus, na de kweekschool, ben ik dus heb ik gesolliciteerd. En in die tijd was het zo dat je kon afwachten waar je naartoe wilde. Er was werk zat. Er was werk zat. Dus ik kon in Roosendaal bij Arnhem komen. En ik kon ergens op Texel komen. En ik kon in Zwolle komen.
Heb ik een proefles gegeven en daar werd ik dus benoemd. Waar in Zwolle? In Assendorp, bij de Bartjesschool. Bartjesschool? Ja, dat was in 1965, dus ruim 50 jaar geleden. Ja. En daar zat ik dus in een volksbuurt. En dat was, ik vond het prachtig. Dus ik heb een hele mooie tijd daar gehad. En dan gingen wij dus met hier heb je dan natuurlijk al die klassenfoto's enzovoort. Kreeg je een bepaalde klas? Of vierde klas. In die tijd, dus echt nog met jasje en stropdas? Ja, in die tijd was het zo dat je dus, als je voor de klas stond, dan moest je netjes erbij staan. En als je een trui had, dan was dat not done. En we hadden toen in die tijd ook regelmatig, of één keer per jaar, hadden we een soort van een inspectiedag. Dan ging je met alle onderwijzers enzovoort, ging je naar de buitensociëteit. En dan hoorde je ook netjes erbij te lopen. Er kwam natuurlijk in die tijd, het was in de roaring 60s, kwamen al wat mensen die dan al een trui aan trokken. En dat was wat. Nou, en uiteindelijk, ik heb in de laatste 2-3 jaar van de lagere school, heb ik wel een trui aangehad. Ja? Ja, maar dat was allemaal van die dingen. Hè. Hoe ging het dan? Want zo'n eerste dag dat je met een trui komt? Ja, nou, dan denk je van, ik ben benieuwd wat ze ervan zeggen. En maar was je de eerste of waren er al meer trui? Ja, er waren nog wel wat meer, maar ik heb heel lang heb ik het volgehouden om in een pak te lopen. En nou, toen kwam ook op een gegeven moment in een trui op school en dat was, nou ja, eigenlijk wel een revolutie. Hè. Zeker voor mezelf hoor, ook, omdat ik dat niet gewend was. En in die je voelt je als het ware een beetje bloot. Ja, eigenlijk ook. En bovendien, je moet ook zo rekenen, er waren andere normen, ook van de inspecties. Jij hoorde als onderwijzer niet voor de klas te gaan zitten in onze tijd. Je moest dus staan. Je had er wel een bureau, maar daar hoorde je niet aan te zitten. Je moest dus gaan staan, dan had je beter overzicht enzovoort. Dat dacht men toen. Ja. Het heeft natuurlijk helemaal niks met onderwijs, met lesgeven te maken. Het is maar net, hoe heb je dus die klas onder controle en welke aandacht heb je? En in de tuinbouwschool, daar was in Zwolle ook, hè? In Zwolle. En daar werd een leraar Nederlands gevraagd die ook Engels wou geven. Nou, ik was toen bezig met een acte Engels. Daar ben ik nooit voor geslaagd. Ja. Maar ik was er wel mee bezig en dus werd ik benoemd. Ja. En dat was wel heel mooi, want toen kreeg je dus die oudere leerlingen. En die oudere leerlingen die zaten dus in een school waar het sfeertje ook fantastisch was. Want het was een lagere tuinbouwschool? Ja, dus lagere dus 12 tot 16, hè? 12 tot 16. Alleen op diezelfde tuinbouwschool zaten ook cursussen en ook vakschool. En voor de bloemisten bijvoorbeeld is het natuurlijk van het grootste belang dat ze dus weten hoe zij een naam moeten schrijven. Dus Jan van der Hoek. De naam die jij wel kent, die ik ook wel ken, het Nieuw-Leuzen bijvoorbeeld. Als ik die dus Jan met een hoofdletter doe en Van der met kleine letters en Hoek weer met hoofdletter, is voor ons dat bekend. Maar voor een heel veel mensen is dat, ja, en als dat nou meneer Van der Hoek staat, ja, dan moet die Van met een kleine letter, moet weer met een hoofdletter. Nou, dat soort dingen, dat bracht ik hem bij, want dat vond ik, en dat vind ik, belangrijk. Als je een kaartje aan een bloemstuk doet, dan moet dat foutloos zijn. Netjes zijn. Ja, ja. Ja. En dat soort dingen denk ik, ja, dan. Ja. Ja. Maar dat is wel leuk hoor. En dat interesseerde die jongens van de tuinbouwschool, die meisjes ook, wel. Want dat zagen ze een verband met hun beroep. En in het spoor van je vader ben je daar ook weer adjunct directeur geworden op die school? Ja, ja. Op de tuinbouwschool werd ik al na een jaar of 6, 7 werd ik adjunct directeur. En dat betekende dat ik dus wat minder lessen kon en moest geven en dus bezig was met lesroosters en dat soort dingen en andere dingen. En in 1985 kwam er een wet die zei van mensen in de directie mogen geen les meer geven, want dat had te maken met de afvloeingsregeling. Als je dus dan les gaf, dan zat je op de afvloeingsregeling van de leraren. En dus dat kon niet, dus er is een aparte afvloeingsregeling voor de directieleden gekomen en je mocht geen les meer geven. En dat vond ik wel jammer. Maar aan de andere kant, ja, goed, je zit in die groep, dus dan doe je dat. En dat is ook prima gegaan. Ik vond het ook prima, tot op een gegeven moment in Dalsen in de gemeenteraad kwam. Dat was in 1986. Je woonde al in Dalsen? Ik woonde al in Dalsen. Ik ben het laatste jaar dat ik op de lagere school zat,
Dus ben ik verhuisd hier naartoe. Ja. En niet alleen, denk ik, want ondertussen zitten we al in jouw dertiger jaren, zeg maar. Ja, maar ja. Maar ik schat zo in dat jij onderweg ook G hebt ontmoet. Ja, ja, zeker. Oh ja, ja, kijk, dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen die op mijn weg kwam. Ja. Hoe ging dat? Ik ben in Heerenveen gekomen, toen was ik 13 jaar. En ik ben er weggegaan toen was ik 23. En dus ik zeg altijd, in mijn jachtperiode ben ik in Heerenveen geweest. Ja. En ik zat toen op kweekschool en daar zat ik ook in de schoolkrant. Ik heb overal in schoolverenigingen en zo heb ik toen ook al gezeten. Dus wat dat betreft, dat zat er al van jongs af aan in. En toen zat ik in de redactie van de schoolkrant met een jongen. Nou ja, dus prima. En wat blijkt nou? Die jongen, dat is mijn zwager later geworden. Die had een zus. Die had een zus en die ontmoet ik ook wel eens. En die had ik wel eens vaker gezien. Maar op een moment toen werd dus bij hen thuis gezegd van... Die jongen, die komt wel vaak hier, hè? Ja, zij... Voor zaken? Eerst, was eerst vanwege die schoolkrant. Maar ja, toen kwam het ook wel een keer dat die zwager er niet was. Nou ja, en op die manier is dat ontstaan. En zo zijn wij dus in 1967, dus toen was ik hier al 2 jaar, was ik aan de lagere school. Toen zijn we getrouwd. En dat is wel prachtig. Kijk, daar heb ik ook al. Ik heb nog een boek. Daar hebben we nog een heel mooi boek van. Kijk eens. Ja, even kijken. Dus G is ook van Heerenveen? G is ook van Heerenveen. G is een dochter van een slager. En dus dat was wel heel mooi. Dus daar ging ik ook graag naartoe. Want alleen mijn schoonvader die had een slagerij. En je weet, in elke slagerij is zo'n hakblok. Ja. En aan het eind van de dag, of zeker aan het eind van de week, moet dat hakblok schoon geropt worden met een stalen borstel. En daar had hij een hekel aan. En dus werd er gezegd van, je mag mijn dochter wel hebben, dan moet je dat doen. En dat is ook gebeurd, joh. Prachtig. Ja, en als je dan in die prille fase zit, dan zeg je ook geen nee. Dan denk je van, bovendien, ik had ook, wat dat betreft had ik dus wel uithoudingsvermogen, dat had ik met het waterpolen dan wel. Hè? Dus, conditie was aanwezig. Conditie was aanwezig. Het doel was duidelijk. Ja, ja. Dus de motivatie die kwam vanzelf. Nou, hier hebben we dus dan het gelukkige paar. Hè? Ja, maar Rempel. Man met hoed. Man met hoed, want dat was in die tijd zo. Je had een hele mooie hoed en zo. Ja, oh, je reed je eigen auto? Nee, dat was de auto waarin Beatrix getrouwd is. Oh, ja. Die mocht jij ook lenen? Nee, het taxibedrijf heeft hem natuurlijk overgenomen. En dus ja. Ja, ja, die hebben ook 2 kinderen gekregen. Twee kinderen, een zoon en een dochter. Die zoon woont hier in Dalfsen en de dochter woont in Leusden bij Amersfoort. En ze zitten allebei niet in het onderwijs. Niet? Nee, helemaal niet. Nee, ze zijn allebei, de ene is... Slager geworden? Nee, de ene zit in de IT, dus bij helpen, als er dus een nieuw programma is en dat soort dingen. Hm. En de dochter is een ZZP'er, credit manager heet dat dan. Dus die kan, en die, nou ja, die zit dus bij, dan weer hier en dan weer daar. En op een gegeven moment, je was achter, zeg maar, was een grasveld, hè? Ja, dat was eigenlijk toen we hier kwamen, toen was dus waar je hier nou die bomen ziet, was dus de Polhaarweg, dat was een landweggetje. Ja. En daar was ook nog gewoon weg, hier vlakbij, aan de andere kant van dat weggetje, daar je dus gewoon weilanden. Ja. En totdat op een gegeven moment in 76 Polhaar West werd ontwikkeld en toen heeft men dus hier bosjes van gemaakt. En een wandelpadje en dat soort dingen. En toen heeft men daar een soort van een kromming in de weg gemaakt. Ja. Waardoor hier dus een weilandje ontstond. En daar kon een kerk worden neergezet. En daar was oorspronkelijk ook nog de bedoeling om daar een supermarkt neer te zetten. Ja. Ja, alleen... Dus we hebben het over het veldje waar nu de Nederlandse Gereformeerde Kerk staat, ja, hè? Ja, want de Gereformeerde Kerk die werd toen ook door mensen zelf gebouwd. Ja. Dat is heel knap. Stokviskerkie. Stokvis hoor, ja. Ja. En, dus dat is toen gebeurd. En toen hebben ze dus ook daarnaast hebben ze ook gepland
Ja, eerst was het een supermarkt en later werd het een school en toen werden dus kantoren. Daar zou het tweede winkelcentrum van Dalfsen komen. Maar dat was in die tijd waarin je dus voor een supermarkt ongeveer 400 mensen nodig had als achterban. En toen het al zover was, toen was het al 1000. En toen zeiden dus de mensen hier, jongens, dat doen we niet. Dus het is dat dus ook nooit gekomen. Maar er ontstond dus wel een grasveldje. Ja. En toen in 1984, toen kwam dus het beleid van de provincie, heel Nederland eigenlijk wel, dat die grote woonwagencentra, die moesten dus wat, daar moest je wat meer grip op kunnen krijgen. En dus werden dat overal verspreid, in heel Nederland, werden dat kleinere kampjes. Ja. En toen heeft de gemeente Dalfsen ook de opdracht gekregen om daar ook kampjes te maken. Ja. Nou, en dan komt dus van waar doe je dat dan? Nou, hierachter was een weilandje. Dat had gekund. Ja, dat een mooie plek geweest. Ja, dat was, in die tijd was het een plek dat een mogelijkheid zou kunnen geven. Nou, daar werden wij dus hier in de buurt van... verwittigd. Er was niks officieels nog. Het was allemaal in de voorbereidende fase. En toen hebben we met de buurt gezegd van ja, maar dat moeten we niet hebben. Wij willen eigenlijk eens kijken of er ook alternatieven zijn. En dat hebben we heel gedegen opgepakt. Waarom? Ja. Ik had ten eerste in Assendorp had ik al woonwagen. Kinderen op school. Op de tuinbouwschool zaten ook kinderen van de woonwagen. Dus ik kende die ouders ook en die kwamen soms ook van het kampje. En daar heb ik mee gesproken en zo van, nou, als jullie dan toch moeten, waar wil je dan zitten? Midden in een wijk of waar je dan? Nou, uitspraak van die mensen was allemaal, als we dan toch moeten, het liefst aan de rand. Eigenlijk helemaal het liefst niet in een plaats, maar als het dan toch moet, dan aan de rand. Nou hadden we hier dus, hier de wijk hierachter, die werd dus ontwikkeld. Ankermanis. En toen hebben wij dus tijdens de hoorzittingen hebben wij dit naar voren gebracht. Van, dat is een alternatief waar iedereen mee kan leven. Ook degene die dus daar nog niet wonen, maar die weten dan... Daar is dat kampje. Dus jullie hadden niet zoveel belangstelling dat het hier direct achter kwam? Nee. Vanwege vermoeden ach, allerlei overlast? Dingen. Ach jongen, het herhaalt zich natuurlijk allemaal op het ogenblik met AZC's. Ja, het is dat doet een beetje aan denken, hè? Nou, het is allemaal precies hetzelfde. Maar ook daarbij geldt, natuurlijk, het komt. Dat wisten we ook. En dan moet je gaan kijken van wat is dan de beste plaats. Nou, en daar hebben wij dus hier allemaal... we hebben een heel boekwerk gemaakt. Ja, keurig ingebonden. Keurig ingebonden, maar wij hadden ook juridische mensen hier in onze wijk wonen, of in onze straat zelfs wonen. Hmm. En toen heeft men dus dat, hebben we dat gedaan. We hebben alternatieven gegeven. Dus we hebben niet alleen maar gezegd van hier niet, maar we hebben ook gezegd van waar het dan wel voor alle, ook de betrokkenen, een goede plaats zou zijn. En dat heeft de politiek uiteindelijk overgenomen. Ja, want was, ik herinner me nog wel in die tijd, dat was echt een heel gedoe, hè? Natuurlijk, kijk, wij zijn dus met onze veel bezwaren... krantenberichten, veel... Ja, ja. Ja, maar wij zijn niet ook... iedereen was het ermee eens. Nee, maar wij zijn ook... Nee, dat klopt. Ook politiek. Hè? Sommigen die zeggen van, je hoort dus die mensen gewoon... Dichtbij te halen. Anderen die zeggen van, nee... Nou, en dus wij zijn ook met onze comité, we hadden een comité van een man of vijf, maar we hebben de hele buurt erbij betrokken. En toen zijn we dus met al die mensen zijn we naar de raadsleden thuis geweest om daarover te praten. Ja. Verder niet, klaar. En we hadden dus mensen die dus negatieve ervaringen hadden gehad met woonwagens in het Westen. Maar aan de andere kant hebben wij dus ook gezegd van wij vinden het prima dat ze in Dalfsen komen. En nou, op deze manier is dus dan dat, uiteindelijk is dat in de raad, door de raad aangenomen. En, de raad bij meerderheid neem ik aan. Ja, bij meerderheid. Maar wel een grote meerderheid. Die heeft gezegd van we maken de locatie, want er zouden eerst twee locaties komen, dacht ik. Ja, ja, maar we hebben het toen... Geworden, he? Ja, het is één geworden en ze hebben het ook in andere plaatsen is dat ook gebeurd, ook in Lemelenveld. En het is zo dat de mensen op het kampje hier in de eerste jaren, daar heb ik ook nog wel contact mee gehad. Corpier was toen de band. Kijk, je hebt zo'n stuk of zes woonwagens.
Ja. En die mensen die, die mochten zelf uitzoeken wie bij hen in, op dat kampje kwam. Die Corbier was een van de, ja. Van de leiders. Ja. En toen hij stierf ben ik ook naar de begrafenis geweest. Ja. Ja. Dus ik had natuurlijk dus wel een goed contact. En nou, later is er natuurlijk zijn er dingen bijgekomen. Ja. Wij, kijk, in het begin werden die mensen waarschijnlijk door de regering, maar in ieder geval door de regelgeving, zijn ze heel kort gehouden. Dus het, ja. Het was een woonwagen, een apart hokje en daar was dan de douche in. Dus als je naar de douche ging, dan moest je door de open lucht. Maar dan mocht je niet verbinden in het begin, hè. Nou, later hebben we gezegd van jongens, laten we alsjeblieft even normaal doen. Ja. En zo is dat dan wat, wat versoepeld en ja. nou is het prima. Hier heb ik hoor hier nooit dat er hier iemand is die zegt van god, dat vind ik slecht of zo. Nee. Jij bent daar heel actief mee geweest, ook je kwam in aanraking met de politiek. Ja, dat, en is dat ook niet aanleiding geweest voor gemeentebelangen om jou te vragen voor ja, de, klopt, klopt. De volgende verkiezingen? Waarom? Je viel op? Ik was de woordvoerder. Ja. En dat betekende dat je, nou ja, ik heb nooit gescholden of zo. Dat zou om proberen via argumenten dat te doen. Ja. En dat vond men dus kennelijk. Dus dan, nee, ik was er even, die zou misschien wel voor ons wat zijn. En ja. Toen zat een Hans de Boer, die zat dan in het bestuur. En Johannes Bekerdam en Sientje, die zaten toen in de raad. Mm. En toen op een gegeven moment zijn we dus bij Frits Donderwinkel. Of bij Johannes Beker dan, weet ik niet, maar daar in ieder geval in de Broekhuizen. Ja. Daar komt op een gegeven moment ook een verjaardagsvisite en toen kwamen ze bij me van, nou ja, zou je dus niet bij ons willen komen? Dat was in 1985. Ik had nog nooit van politiek gehoord, joh. Ja, behalve dan met dit, maar verder niet. En toen, ik wel. Nou, op een gegeven moment, toen ben ik dus daarin gerold. En in 86. Werd ik meteen gekozen. Dus we kregen meteen dus die gemeentebelangen kreeg toen meteen volgens mij drie of twee, maar in ieder geval, ik kwam er wel in. Drie zetels. Ik meen drie zetels. En dat betekent, toen werd dus binnen onze fractie gekeken van, wil je ook nog fractievoorzitter worden? Nou, dat ben ik dan ook nog geworden. Dus dat was meteen. En toen later, dan komt dus de collegevorming. En toen zei men, ja, nou ja, dan moet je je ook meteen daarvoor opgeven. Dus in 86, ik had nog geen enkele ervaring. Ik denk van, nou ja goed, dus we hebben dat wel de gemeentebelang heeft dat dus wel gezegd van, jij zou het wel moeten, het is ook opgegeven. Maar ik ben blij dat ik niet geworden ben. En dus na 4 jaar, toen was het wel zo dat ik wel gekozen werd als wethouder. En nou ja, dat vond ik prachtig. En dat betekende voor mijn werk op de tuinbouwschool. Ja, was het eventjes, dan weet je dat en dat. Dat zijn twee volledige banen. En toen had ik dus, hier in de straat woonde ook Jan Eggers. Jan Eggers en ik, en wij kenden elkaar heel goed al. Want op de tuinbouwschool had ik ook een zoon van Jan Eggers al op de school gehad. Dus wij kenden elkaar al weet ik hoe lang. Yeah. En we zijn later ook vrienden van elkaar geworden. Yeah. Hij zat er met CDA, wij hebben gemeentebelang. We hebben ook nog even samen in het... in het college gezeten, ja. Maar toen, toen is hij burgemeester geworden van Gramsberg. Ja. Maar Jan die heeft mij dus toen in die tijd ook de kneepjes van het vak ook wat bijgebracht. Die heeft me min of meer, was hij een tutor. Hè? Noem eens één of twee kneepjes. Nou, bijvoorbeeld dat je zegt, nou, laat eens even zeggen vanwege die volledige banen. Hij zegt van, eigenlijk is het zo dat... ik heb het ook zo gedaan, doe daar 60% en daar 60%. Want natuurlijk, die tijden, als wethouder, ben je dus eigenlijk 7 dagen bij je onderweg, hoor. Ja. En dus die 60-60, dat is wel te doen. Nou, dat heb ik toen ook gedaan. En toen, je bleef 3 dagen bij de tuinbouwschool? 3 dagen bij de tuinbouwschool en 3 dagen hier. Maar dat betekende dus wel dat je dus in het eerste jaar van de tuinbouwschool, en dat was men in het... in tuinbouwschool hartstikke enthousiast, leuk, fijn dat je dat doet, maar ik had ook een taak om bijvoorbeeld leerlingen die eruit gestuurd waren, om die op te vangen en daar wat mee te gaan doen. En het tweede jaar, toen kwam het al voor, ja, maar het is op maandag gebeurd en toen was jij er niet. En als je iets hebt wat dus meteen afgehandeld moet worden, dan heeft de dag erop, heeft het weinig effect meer.
Nou, toen kwam dus al zo van, ja, nou ja, toch wel lastig. Nou, en de derde, toen was het, toen kwam dat veel meer naar voren. Dus toen, toen moest ik wel kiezen. Of volledig daar, of volledig hier. En ik vond dit hartstikke mooi. Dus toen heb ik gezegd van, nou, dan stop ik met de tuinbouwschool. En toen ben ik hier volledig gekomen. En dat kwam heel mooi uit. Want toen kregen we in de, in die tijd kregen we de samenvoeging van Lemelerveld Oost en Lemelerveld West. Dat was een hele discussie. Een felle discussie. Mensen van West, dus die bij Dalfsen waren, die zeiden van als we bij Ommen komen, dan gaan we verhuizen. En omgekeerd. En nou, uiteindelijk heeft de provincie besloten dat het toch bij Dalfsen zou komen. Dat is mooi, maar dat betekent wel dat je dan daar wel extra aandacht moet schenken. Dus toen, toen hebben wij, en dat heb ik steeds ook gedaan, ook naar Lemelerveld, vroeger Ommen, ben ik steeds geweest. Als er wat was, ik ging er altijd naartoe. En dat blijkt een hele goede weg geweest te zijn. Want daar komt dus na een jaar, kwam plaatselijk belang al met van, nou, we zitten nou een jaar, zitten we hier bij jullie. En je, nou, jullie doen het goed, je krijgt al een 7+. Nou, dat is prima, want ook plaatselijk belang was heel kritisch in het begin hoor. Ja, ja, ja. Voor die tijd. Dus dat was, ja. Ja. En dat was goed. Dus, Maar jij bent vanaf het begin als raadslid, 86, maar later zeker als wethouder, want dan kun je er ook nog meer tijd aan besteden. Ja, natuurlijk. Ja. Maar, stond je echt bekend als iemand die graag ook onder de mensen kwam in allerlei... Ja. Elk feestje, daar was jij ook even ja, te zien. Ja, dat zei zelfs pastoor Woerts hier, die dus nou in Utrecht zit, yeah, als een wildbisschop, maar die zei van, als wij elkaar zien, dan is er altijd, altijd feest. Maar dat komt, ja... Op de een of andere manier trek jou dat, hè? Want je was meer dan andere wethouders te zien op ja, maar ik, dingetjes in ja, de, alle vijf dorpen. Ja, mijn achtergrond was, ten eerste, ik heb belangstelling daarvoor. Maar ten tweede heb ik ook steeds gedacht, van, ik zit namens het gemeentebestuur. En het gemeentebestuur, die moet laten zien aan de bevolking, om het zo maar te zeggen, dat ze waardeert wat de bevolking doet. Ja. En daarom ben ik er steeds naartoe gegaan. Ik ben ook steeds, soms werd ik helemaal niet uitgenodigd, maar daar ging ik gewoon naartoe. En, maar ik was ook steeds, als er dus een, ook in Oud-Leuzen een straatfeest was, ik ging gewoon naartoe. Ja? En, maar dat vind ik prachtig. En ja, ik kreeg ook heel vaak te horen van, ben je nou weer? Dat vind ik wel mooi, maar ik vond het prachtig. Ja. Ik heb ook echt met heel veel plezier al die 16 jaar, maar ik ben 16 jaar wethouder geweest. Ik heb echt met plezier heb ik dat gedaan. En die schooltijd vond ik prachtig. En de wethouderschap vind ik ook prachtig. En wat er na komt, vind ik ook weer prachtig. Ja. Ja, wat herinner je nou uit je tijd in de politiek? Want 16 jaar wethouder, dat is wel lang. En 20 jaar raadslidmaatschap, ja, dat is echt... Zeker in de huidige gedachten van ons is dat toch wel lang. Dat is heel lang. Dus je hebt heel veel dingen meegemaakt. Ja hoor. Ik heb wat zijn nou hoogtepunten die je daaruit herinnert? Of leuke verhalen? Weet je, soms dan is het onderhandelen. Ik weet wel dat wij toen we begonnen hier in Dalfsen met het privatiseren van het mortuarium, ik noem maar even een dwarsstraat, want dat was een gemeentelijke aangelegenheid en toen, yeah, en toen werd er dus, dat was in die tijd waarin alles geprivatiseerd moest worden. Hè? Yeah. En toen gingen wij om de tafel zitten met draagtals, kanderslasten enzovoort, enzovoort. Al die kleine begrafenisverenigingen. En we hadden ook al contact met Monuta. En Monuta die wilde dat ook wel overnemen. Maar dat betekende voor de mensen, voor de bevolking, als die daar gebruik van zouden moeten maken, nou, nog wel aardig wat kosten. Hè? Dat was dat duur. En toen hebben we gezegd van, nou, wij willen, toen heb ik ze allemaal bij elkaar geroepen. En toen hebben we met elkaar hebben we daar aan de tafel gezeten. En in het begin was zo van, dat is niks. Hè? Maar als je dan onderhandeld en je zegt van volgende maand moet het klaar zijn, dan lukt het niet. We hebben met die groepen, hebben we dus gewoon gezegd van, we gaan eerst het idee maar eens naar voren brengen. Nou, dat betekende al een hele aanslag op de gedachte. En toen nog eens een keer, en ik geloof dat na anderhalf jaar
Dat we gezegd hebben, oké, nou is het goed, hebben ze met elkaar dat gezegd en dan gaan we daar voorwaarden voor doen en zo is dat gedaan. Nou, dat vond ik een mooi voorbeeld van samen tot een oplossing komen. Maar ik had er altijd een hekel aan als je ergens naartoe moest en je had geen wisselgeld. Want als je dus ergens naartoe moet en je zegt van zo gebeurt het en het is al beslist en dan kun je er beter niet naartoe gaan. Dus ik had altijd, dat zei ik ook in het college, ik wil wel wat wisselgeld hebben. En dan hebben we toch, en dan heeft iedereen ook wel het idee van, nou, als dat moet, dan wil ik graag mijn wensen ook een beetje terugzien. Ja. En op die manier, met dat onderhandelen, dat vond ik altijd heel mooi. Ja. Bij het Kerkplein, daar stonden oude gebouwen, vroeger politiebureau en vroeger brandweer, dat waren oude gebouwen. En wij kregen dus... Wat nu de Aldi is. Wat nu Aldi is, ja. Wij kregen dus toen dus het idee of het verzoek of hoe dan maar ook maar om daar in ieder geval iets met het winkelcentrum te gaan doen. Ja. En daar kwamen dus plannen en we hebben Geert van der Belt, die kwam met een tekening van de Aldi en met woningen naar boven en betekende dat die oude gebouwen weg moesten. Nou, dat heeft nogal aardig wat voeten in aarde gehad hoor. Ja. Maar ook daarbij moet je precies hetzelfde zeggen. Het stond min of meer al wel vast. Maar wat kun je daar dan nog aan doen? Weet je wie er heel zwaar op tegen was? Ook om deze reden. Was Wim van Lente. En ik vond het wel mooi dat Wim van Lente, die heeft dan natuurlijk ook met argumenten geprobeerd om daar dingen te veranderen. Maar Wim van Lente en ik, wij hadden toch wel een goede verhouding met elkaar. Want toen Wim van Lente was de journalist. De journalist van de Delftse Krant. Ja, en die heeft op een gegeven moment, ik geloof zelfs in 91 of 92 al, heeft hij dus gezegd van ik wil een soort van oudejaarsconferentie maken. En die heeft mij toen gevraagd of ik de liedjes met hem wilde doen. En dus daar waren wij dus tegenstanders van elkaar over dat onderwerp. Ja. Maar toch was hij zo groot, want dat vind ik dus wel, om mij te vragen of ik dus dan met hem in dat cabaretgroepje zou willen zitten. En dat heb ik ook gedaan. Ja. En dat is toen één keer in de twee jaar of zo is dat geweest. Ja, jullie hebben het best vaak gedaan. Ja, jij achter de piano. Ja hoor, en dat was echt een... ook dat vond ik iedere keer weer een feest. Oudejaarsconferentie en dan met politiek lokale zaken op de hak nemen. En daar werd ik zelf ook wel op de hak genomen hoor. Ja. Maar daar moet je dan ook tegen kunnen. Ja, dat is ook prima. En toen die blauwe bogen daar kwamen, dat was nadat de provincie dus die brug had vernieuwd. En dan kreeg je dan altijd ook gelegenheid om de kunstenaars wat erbij te halen. Hè. Maar er werd toen al gezegd van ja, het college is overstag gegaan, want het is een mooie meid. En dat was het ook hoor. Ja, dat was een hele mooie meid. Maar die had ook een goed praatje. Maar aan de andere kant, op een gegeven moment was het kant en klaar, die bogen, met een verhaal natuurlijk erbij. En toen bleek een van die bogen, die laatste bogen, bestemmingsplan ging tot 10 meter. En die boog ging tot 11, 12 meter. En toen was het al bijna klaar. En toen zeiden we, ja wacht eventjes, wil je trammeland krijgen? Dan zijn de tegenstanders, die ze natuurlijk zitten op hun quivive, die gaan nameten en dan hang je, dat kan dus niet. Dus die boog moest worden veranderd. Nou, dat betekende dat, dat heeft dan weer te maken met hoe zit die boog en hoe zit die dus op die brug vast enzovoort. Nou, dat is een heel gedoe geweest. Maar die oude boog, die moest er dus af. En er is een nieuwe boog opgekomen en dat was binnen het bestemmingsplan. Die oude boog, ja, wat moest je daarmee? Maar ja, wacht even, daar zat ook nog een knik tussen, toch? Ja, dat was het probleem ook. Want die oude boog, die kon je dus een lager maken, maar dan liep hij niet zo soepel meer. En dus kwam er een knik in. Nou, toen zijn dat is ook even gebeurd? Ja, dat is ook gebeurd. Ja? En dat wilden we dus niet hebben. Dat wilden we niet. Dat ging irriteren op een gegeven moment. Ja, maar dat kan helemaal niet. Als jij dus verder, alles heel mooi. En die andere bogen waren prima, dat ging allemaal mooi. En deze dus niet. Dus daar moest een andere oplossing voor komen. Dus toen is die boog weer afgehaald. En die oude boog met die knik, die ligt nog in de gemeente Dalfsen. Ja? Die ligt nog bij achter Madrid. Madrid, hè? Ja, daar is die nog. Dus wat je daarmee doet, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat later
Het begrip blauwe bogen is wel overgenomen door de bevolking. Je ziet het bij Bakker van de Most, de koekjesblik. Je ziet het bij de blauwe bogen, wandeltocht is ook geweest. Dus wat dat betreft, het is wel een binnenkomen voor Delftse geworden. Is er een gebeurtenis die je herinnerde, denk ik, nou, dat was echt een dieptepunt. Ja, ja. Wij hebben eens een keer gehad, dat was nog in de tijd dat Lemelenveld bij Ommen en Delftse was. En dat wij op een gegeven ogenblik min of meer tegen elkaar op waren, aan het bieden waren. Ommen en Delftse. Ommen en Delftse. En dat ging dan met name om het bejaardencentrum, het Anker. Dat is later geworden. En daar zouden wij dus vrij neutraal, zouden we dan bij plaatselijk belang en de zaal vol, zouden we daar wat van tonen. En toen kwam Ommen, en dat vond ik een dieptepunt, met kant-en-klare plannen van nou, dit doen we dan zo en dat doen we dan zo en dat doen we dan zo. Zo van de worst voorhouden. Terwijl we dat hadden afgesproken, dat we dat dus heel neutraal zouden doen. Nou, dat vond ik een dieptepunt. Dat vond ik dus niet prettig. De verhouding met Ommen werd verstoord? Nou, kijk, Ommen en Delftsen, dat was, kijk, we wisten dat in, en dat weet je, in Ommen is er een andere mentaliteit dan bij ons. Ja. Wat is het verschil? Ommen is vaak een ruzieachtig iets. En dat zie je dan ook, zag je dan ook steeds. Dan was er regelmatig dat er een wethouder aftrad en dat soort dingen kwam altijd voor. En terwijl we individueel best met elkaar op konden schieten hoor. Maar als het politiek, om de politiek ging, dan was het dat was niet altijd even prettig om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Maar één heel klein voorbeeld. Heel klein voorbeeld. Als je van Oud-Leuzen naar Ommen gaat, dan heb je op een gegeven moment de Arendshorst. En als je naar de Arendshorst toe gaat, dan moet je dus bij die bandenzaak moet je dus afslaan enzovoort. En toen heeft Ommen op een moment gezegd van wij hebben dus toeristische aanwijzingen met die bruine borden. En dan gaan we dus alvast gaan we op... Welkom in Ommen. Welkom in Ommen op Delftse grondgebied. Ja. Dat was niet even met jou overlegd. Nee, dat stond er op een gegeven moment. En dan denk ik van, nou, dat doe je niet. Dat vond ik dus, dat vond ik dan ook wel een dieptepunt hoor. Ja. Maar, ja, hoe hebben jullie dat opgelost dan? Ben je dan naar Ommen, grijp je dan de telefoon of denk je van, nou ja. We hebben wel met Ommen, hadden we regelmatig contact, één keer in de twee maanden. Al was het alleen maar om Lemelenveld. En daar hebben we het wel naar voren gebracht. Ach, en dan komt er een of ander ding van, de provincie vond enzovoort. Nou ja, het had dus niet gehoeven. Jouw einde van het wethouderschap, ja. Dat gaf wat gedoe hè, in dat de pers. Was, ja, dat was wat gedoe. Kijk, dat is wat communicatief helemaal niet helemaal lekker gelopen. Kijk, je hebt natuurlijk op een moment dat je dus zo lang daar bent en dat je dus het zo fijn vindt om dat te doen. Ik had graag nog weer 4 jaar doorgegaan. Dan had ik dus, was ik heel modern geweest, want dan was ik tot mijn 67ste was ik aan het werk geweest. Maar toen zeiden ze toch binnen de club van, ja, we willen toch, toch een nieuwe. Of je hebt het nou lang genoeg gedaan. Ja. Nou, dat vond ik dus teleurstellend. En ook omdat sommigen zeiden van, nou, ja, wat mij betreft mag je dat wel. Maar dat bleek dan later dat dan toch niet zo doorging. Mm. En dat heeft even wat strubbelingen gegeven, waardoor ik op dat moment teleurgesteld was. Maar goed, ach, dat heeft de jaren natuurlijk ook wel weer wat verzacht nu. En op een gegeven moment kun je zelfs zeggen van was er toen meteen maar mee opgehouden. We hebben hetzelfde resultaat gehad, maar dat was dan die Tammeland niet geweest. Maar, ja. Maar je was zo vergroeid met het wethouderschap dat je zegt van nou, ik wil het niet graag missen. Nee. En dat, Voor je de moeilijke afscheid van nemen. Nou, dat is het, hè. Dat is het. Het was zo'n mooi beroep. Het was, ik voelde me als vis in het water. En dat was ook zo. En ik ging ook heel graag met de bevolking, met wie dan ook om. En dat, dus toen dacht ik van, nou ja, dat wil ik nog wel. Toen, ja, dat had ik dus niet moeten denken. Nee. Ja.
Maar dus, goed, dus ik... Het hele afscheid, zeg maar, na zoveel jaar, dat is een beetje... Nou, dat was het was niet van die kant. We hebben natuurlijk, Jan Ophoff en ik hebben tegelijk afscheid genomen toen. Hmm. En dat is dan in Tassie gebeurd en dat was druk bezocht. Hmm. Dat was prima, dus ja, daar, dat was wel heel mooi. Dat was een mooi afscheid. Hmm. En ja, maar goed, aan de andere kant, een afscheid is een afscheid. En dan denk ik van, nou, het is afgelopen, prima. Ik ga nou weer kijken naar de toekomst. Je bent nou weer 10 jaar met andere dingen bezig. Ach, jongen. Tijd vliegt, ja. Hè? Ja, jong, gaat heel snel, ja. Wat doe je nou tegenwoordig? Hoe slijt je dit aan? Nou, ik heb het opgeschreven. Oh? Dat is onvoorstelbaar. Ja, het opschrijven, want dat gaat heel makkelijk en het gaat heel, ik heb er geen moeite mee enzovoort. Zal ik iets vertellen? Ja, nou, ik ben voorzitter van de seniorenclub. Wat is dat? Dat zijn de mensen die met pensioen zijn gegaan bij de gemeente. En daar wordt één of twee of drie keer per jaar wordt daar wat georganiseerd. Dat doen we dus met een stuk wat mensen. Nou, daar zit ik dus bij de Green Shoes. En de Green Shoes, dat is voortgekomen uit de Green Bikes. En vroeger ging je dus dan met de fietsen, die hadden zelf fietsen. En dan met een gids ging je dan de omgeving van Dalfsen bekijken, dan konden de mensen voor betalen. En, maar dat liep wat af en toen op een of moment zei van ja, sommigen die zeiden van we kunnen eigenlijk ook wel veel beter met wandelen dat beginnen. Nou, dat is dan een jaar of 7, 8 geleden is dat gebeurd. En toen moest daar dus, toen dat zelfstandig werd, moest daar een vereniging van komen. En we hebben daar heel enthousiaste mensen in, die zelf ook heel veel wandelen en uitzetten. Dat en zijn de gidsen? Dat zijn ook gidsen, maar ook mensen die tochten uitzetten. En we hebben heel veel vrijwilligers, wel een man of 40, 50. En nou ja, daar werden dus die midwinterhoornwandeltochten werden georganiseerd. En ja. Nou, dat is fantastisch, dat liep in het eerste jaar van ongeveer 350 in de 2 dagen. Nu tot 1800 in de 2 dagen en dat is allemaal organisatie. Maar dat is met een bestuur dat nou ja, daar allemaal hun best voor doet en zorgt ervoor dat het dus heel goed verloopt. Ja, ja, ja. En daar ben jij zit daar ook. En daar ben ik voorzitter ook van. Ja. En datzelfde geldt voor het Hurstelcomité. 20 jaar geleden, toen hebben we een jumelage aangegaan met Hurstel in bij Teutoburgerwoud. Toen zijn de toenmalige burgemeester Leo Elvers en een paar wethouders, daar had ik dan ook bij, zijn dus gaan rijden in het gebied van de regio. Waar is nog eventueel nog kans dat we dus een jumelage aangaan? Nou, toen zijn we uiteindelijk terechtgekomen in Hurstel en we zijn de gemeente uit binnen gestapt en met min of meer zo van... Wie wil verkering met ons hebben? Nou ja. En dat is dan ook gebeurd. En daar hebben we dan ook, na 2 jaar is daar een overeenkomst gesloten. En dat is nu 20 jaar geleden. We hebben dat afgelopen mei hebben we dat hier gevierd. Door de raad van Hurstel hier naartoe te vragen. En toen hebben we dus allerlei dingen in allerlei kernen hier. Hebben wij hen rondgeleid en het eindigde in de trefkoelen. Met een etentje. En nu gaan we in augustus gaan we naar Hurstel toe, want dan wordt een van die plaatsen, Bevergem, is dan 650 jaar en dan wordt daar dus de overeenkomst ook even gevierd. Want dat was toen 20 jaar geleden ook wat ja. Later. Ja. Normaal doe je dat met 25, maar zit het op span of zo? We hebben het met 10 jaar gedaan, toen is het ook geweest. En toen is met 20, en toen zijn we met 20, nou dat moet met 20 jaar ook. Okay. En, maar gebeurt wat Hurstelcomité, ja. Je hebt dan, ik weet, de scholen gaan elk jaar. Ja, dat gaat ja. Maar wat doen jullie verder dan? Nou, kijk, wij zeggen tegen de verenigingen, als jullie dus in verenigingsverband daar naartoe willen, dan kun je bij ons een deel van de reiskosten weer terugkrijgen. Oh, jullie hebben ook geld? Ja, we hebben ook geld. Je hebt geld van de gemeente gekregen? Ja, ja, ja. En dat beheren wij. En als er nou een vereniging zegt, wij gaan naar Hurstel. Ja, dan krijgen we. En het moet een beetje iets meer zijn dan alleen maar borrel drinken. Ja, nee. Het is gewoon om de uitwisseling. Hè? Uitwisseling. Dus als ze dus met auto's of met wat ook maar ze krijgen. En gebeurt dat veel? Toch regelmatig, ja. Maar wat is dat regelmatig? Dat er dus bijvoorbeeld die uitwisseling, een handbalvereniging heeft dat wel. Maar bijvoorbeeld de hengelsportvereniging, de scouting, er is een Jeu de Boule club zelfs daar opgericht. En die hebben dus ook regelmatig dat ze daar naartoe gaan. Toen wij
hiermee begonnen met het idee, kregen wij uit de buurt van Lyon, kregen wij een brief van een gemeentebestuur daar, Gena heette dat bestuur, en die zeiden van wij willen wel met jullie partnerschap hebben. Want jullie zitten vlak bij een grote stad en wij zitten ook vlak bij een grote stad en jullie zitten bij een vliegveld en wij ook bij een vliegveld. De grote stad bij ons is Zwolle met 100.000 inwoners toen. De grote stad daar was Lyon met 4-5 miljoen inwoners. Het vliegveld hier was Lemmerveld. En het vliegveld daar was Satala. We hebben ook nog een model vliegtuig of vliegveld. Ja, weet ik. Ja, ook daar op het platteland daar. Ja, weet ik wel. Op het veld. En Lyon had ook een vliegveld? Ja, nou, dat is het tweede vliegveld van Frankrijk. Dus dat is gigantisch. Ik ben er wel geweest. Nou, toen zeiden we van, jongens, waarom zou je eventueel een partnerschap doen? Dat is om de mensen bij elkaar te brengen, maar ook om een maar niet voor de bestuurders. Want de bestuurders is natuurlijk prachtig om daar naartoe te gaan met vakantie en dat de gemeente het betaalt. Ja, daar zijn we niet voor. Het is voor de bevolking. En dat en bovendien Frans en Nederlands. De meeste mensen hier in Dalfsen spreken niet of nauwelijks Frans. De meeste mensen in Dalfsen kunnen wel eventueel Duits spreken. Eventueel. Ja? Maar in ieder geval die kans is veel groter. En dus hebben we gezegd van we zoeken het binnen elkaar. Binnen de regio, Euregio, waar we toen ook nog lid van waren. En dat is te overbruggen. Want als jij dus daar iets hebt of je hebt hier iets, anderhalf uur, dan ben je weer thuis. Dus dan kun je ook s'avonds nog wat organiseren. Maar je zit er nog een ideeel doel aan. Nou is jouw volgende vraag, of je vorige vraag was al van welk ideële doel? Het ideële doel toen was zeker de Europese gedachte. En dus we moeten er ook één worden. Dat ideële doel is nu minder groot. Het is nu meer uitwisselen van verenigingen. En dan komt nog wel bij dat je zegt van goh, wat je daar ziet, merken zij hier ook, de cultuur is toch wel anders. Ze hebben een andere mentaliteit, maar niet veel groot, daar kun je best met elkaar omgaan. Ja? Ik denk wel eens de cultuurverschillen tussen Lemmerveld en Nieuw-Leusen, ja. Die zijn minstens zo groot. Ja, daar zou je bij wijze van spreken ook wel een soort jumelage kunnen aangaan dan tussen Dalfsen en Hurstel. Ja, dat zou kunnen. Maar daar komen allerlei aspectjes bij natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk wel leuk dat je dus ook met die lagere schoolkinderen, die merken dat die een hele opening vinden om met kinderen die anders spreken dan wij. Talen. Dat is ook fantastisch. En ondanks dat verschil blijven heel veel kinderen ook met elkaar tegenwoordig ook e-mailen en appen en weet ik wat hoe ze dat heet. Ook buiten Green Shoes word ik nog wel gevraagd om ook door de familie van Deden om in Huis den Berg om daar groepen rond te leiden. En op Monumentendag, dan zit ik daar de hele dag afgelopen september ook weer samen met Walter Bekers. Walter Bekers was ook een van de mensen die dat dus met Green Bikes ook wel deed. Ja. En dus dat vind ik prachtig. Dat vind ik leuk om daar. En het is zelfs zo geweest een paar jaar geleden dat één tak van de familie van Deden dat die gevraagd heeft aan mij of ik die tak, een man of 35 was het toen, ook hun stamslot te laten zien en daar wat over te vertellen. Ja. Dan is het wel leuk, want ik weet er een heleboel dingen van. Er is ook wel een mooi boekje van. Maar in de loop van de jaren hoor je wel dingen erbij. Hè? Want er zijn veel mensen uit Dalfsen die hebben daar wel vroeger wel gewerkt. Ja. En rondom Dalfsen komt soms met informatie waarvan ik denk van hé, dat wist ik nog niet. Dat pak ik dan weer mee. Een mooi voorbeeld. In Eerste Wereldoorlog, daar was algemene mobilisatie. Nederland was neutraal, maar we kregen een heleboel Belgen en Fransen kregen wij als vluchteling. Vluchtelingen, vraagstuk is niet nieuw hoor, dat was toen ook. Er kwamen miljoenen Belgen kwamen deze kant op. En die moesten wel gehuisvest worden, tijdelijk. En toen was er dus een koetsier, Goldstein. Die woonde in een van die bijgebouwen bij Huis den Berg. En die was dus weg. En toen zijn
heel veel Belgen. Die was weg? Die was in het leger, hè? Die werd opgeroepen als in de mobilisatie. Ja. En die mensen, die Belgen, die hebben daar dus toen verbleven, een half jaar of zo. Ja? In de berg? In de berg, in een koetshuis, ja. Ja. Dus vluchtelingen, dus het was destijds een AZC? Ja, eigenlijk wel. Want het was overal, hè. Want als jij dus 2 miljoen mensen moet huisvesten in een land toen van 6, 7 miljoen, dat is nogal wat, hoor. Dat is nog weer wat anders dan 50.000. Ja, daarom. Maar dat was toen in die tijd, was het zo. Je was neutraal. En dus dat was zo. Maar in Huis den Berg is in de 18e eeuw zijn 2 moorden gepleegd. Oh. Door de eigenaar. Door van Deden. Zo. Ja. En toen ik de eerste keer een groep rond leidde, toen wist ik ook nog van 1 nog maar. En toen heb ik dat verhaal verteld. Dat was vanwege een lakei die zilverwerk van de tafel had meegenomen. Een lakei was ook meteen de tuinman. En dat heeft hij ontdekt. En toen heeft hij die tuinman, heeft hij dus met een jachtgeweer schrik aan willen jagen. Langs zijn hoofd. Maar het jachtgeweer was niet recht, of hij was niet helemaal recht, maar het kwam wel door zijn hoofd heen. De tuinman bewoog. Dat was niet best. Dus toen is, dat is allemaal... Voor tafelzilveren. Tafelzilveren was dat gestolen. Dus, doe me denken aan het liedje van Johanna. Ja. Dat gaat erover. Hè? Ja, maar toen heeft hij dus uiteindelijk, het personeel heeft daar natuurlijk niks van gezegd, want als ze wat zouden zeggen, dan waren dat klikkers en dan waren ze ontslagen. En dat was natuurlijk niet, maar toen is uiteindelijk is er toch de dominee gekomen en heeft gezegd, jongen, hier moet je wat aan doen, dit kan niet. En toen heeft hij dus met de weduwe van die tuinman, heeft hij dus een overeenkomst gesloten, dat zij kreeg een heleboel geld. Dat was in de duizenden guldens toen, nou, daar kon zij dus tot in lengte van jaren van leven. Hmm. Ze kwamen oorspronkelijk uit de buurt van Frankfurt, daar moesten ze dan weer naartoe en klaar. En toen was het afgekocht, zo heet dat dan. Hmm. En 25 jaar later heeft hij dat geprikt. Ja, ja. Die man, dat was een met een heel kort lontje. En toen, letterlijk. Ja, echt hoor. En die heeft op een gegeven moment, dat handelde dan over... Een bastaardzoon, want dat was in die kringen ook normaal. Dat zeg ik altijd, Bernard was niet de eerste. Nee. Die bastaardzoon te pakken genomen. Getrapt en geschopt, maar op een gegeven moment is er ook fout afgelopen. Dat die man was dood. En toen zou hij opgepakt worden. Want hij zat natuurlijk wel, dat was de adel zo, die zat wel in de Provinciale Staten. Maar toen kreeg hij toch even, voordat de politie hier kwam, kreeg hij bericht. Jongens, ze komen je halen. En toen is hij naar Duitsland gevlucht. Ja. Nooit weer teruggekomen, want als het wel was geweest, dan was hij... Opgepakt? Ja, nee, maar dan had hij ook de doodstraf gekregen. Oh. Ja, dat was zo. Het was 1756 of zo, 1752. Okay. Dus dat soort dingen doe ik er dan bij. En zo heb ik dan een stuk wat van die anekdotes. Ja. Waarvan de mensen vinden van, dat zijn dingen die onthoud je. En als je nou hier door Dalsen loopt voor de historische kring, wat is dan een leuke anekdote? Nou, bijvoorbeeld als je dus bij die schoenmaker van vroeger. Roons die zat dan heel vaak als het een beetje weer was, dan zat hij buiten zijn huisje. En dan zat hij daar, of hij deed zelfs nog wel zijn werk, hij was schoenmaker. En daar vlakbij, waar dus nou de Rabobank is en de HEMA, daar was toen het gemeentehuis. En als mensen gingen trouwen, dan hadden ze daar ook eigenlijk een getuige bij nodig. En er werd Roons vaak even gevraagd om even getuige te wezen. Die zat er bij wijze van spreken voor klaar? Die zat er voor klaar. Kreeg hij dan in ruil een gulden of een borrel? Ik denk dat in die tijd het was dat hij een sigaar kreeg of zo. Sigaar? Ja, dat was natuurlijk een tractatie, hè? Zeker een goede sigaar. Ja. En dus dat werd... Ja, dus in die tijd dacht men toch echt niet veel in geld. Dat is sinds de Amerikanen ons bevrijd hebben, is de Amerikanisering gekomen. En nu denken we alleen maar in geld. En dat is de doodsteek voor het gewone plattelandsleven van toen. Ja. Toen deed je veel voor elkaar.
Nou is het meer van, nou wat kan ik ermee verdienen? Ik ben nog van de oude stempel hoor. Alle dingen die ik dus nou nog doe, dat doe ik allemaal voor niks. Ja? Ik wil er niks voor hebben, komt toch. Je doet het gratis, maar niet voor niks, want je wordt er wel blij van. Ik word er blij van. He? Ik word er zelf blij van. En anderen ook. Ik heb dat lijstje en dat is, ja. ik schrok me wild, jongen, wat ik allemaal deed hoor. Ja. Ik doe ook veel meer in muziek. Ja. Ik speel dan piano, maar dan niet op een heel hoog niveau, maar wel leuk voor de mensen als achtergrondmuziek of soms als begeleiding. En, nou ja, dat, ja, bij de voorleesacties, bij de dialectgroep. Ja, dat soort dingen, dat vind ik prachtig. En er is in, mensen een pianist nodig hebben, kunnen ze je bellen? Ja, tuurlijk. En dat vind ik leuk, joh. In de eerste weekend van mei, dan heb je weer zo'n cultuurweekend. En dan in de grote kerk, daar is dan een kunstenaar die, en daar speel ik dan ook. Op de orgel? Gewoon op, nee. Orgel, nee. Dat is zo specifiek, specialistisch, daar kom ik niet aan. Nee? Nee, piano wel, daar speel ik dan mijn liedjes en dat vindt men dan behoorlijk prachtig. En een enkele keer dan begeleid ik ook wel eens een bejaardenkoor als die dus naar een concours moet. En dan heeft de dirigent wat meer aandacht voor het koor zelf. Hè? Dus dat is eigenlijk ook wel. Ja. Nou ja, en dan, dus dat doe ik dan. Dat vind ik hartstikke leuk. En ik zing. Just for Fun. Dat is een jongerenkoor met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 70. Ja, ja. Maar het is voor de lol. Het is voor de lol en dat liedjes uit onze jeugd. En dat is wel heel prachtig. Ja, wat zingen jullie dan? Van ABBA zingen we liedjes en we zingen van John Lennon en we zingen van Eric Clapton en dat soort liedjes. Is een Dalser, er is helemaal een Dalser. Maar er zitten wel mensen uit de omgeving ook op. Maar de kern komt uit Dalser. Hoeveel mensen zijn jullie? Je treedt niet zo vaak naar buiten, hè? Nee, enkele keer eens. We zijn ook nog maar, dit jaar bestaan we ook nog maar 5 jaar hoor, dus het is nog nieuw. Maar er zitten zo'n 40 man op, waarvan ongeveer 5-6 man mannen en de rest vrouwen. Hm. Dus dat is... Kunnen er nog mannen bij? Er kunnen altijd mannen bij. Als ze dus een beetje zin hebben en het is leuk en ze vinden dat soort muziek mooi, want dat is natuurlijk ook van belang. En dat is mooi. En de minimumleeftijd is? Maakt niks uit. Nee, maar over het algemeen, je zult merken dat, en dat is altijd zo, als je een groep hebt van omstreeks 65, 75, jij bent 35, dan voel je je daar niet thuis. Ondanks dat je de muziek wel mooi vindt. Maar dat is over het algemeen. Dat hoeft dus niet, maar ik heb het ook al meegemaakt. Ik ben het gaat over kleinkinderen in plaats van kinderen. Ja, daarom. Ik heb het hier meegemaakt met Belcanto, daar heb ik ook jaren in gezongen. Ja. En daar is op enig moment ook gezegd van, jongens, we worden wel allemaal ouder, hè? Dus er moeten ook wat jongere mensen en jongere kinderen bij. Nou, daar hebben ze een paar keer, zijn kinderen van onze leden, die zijn daarbij geweest, maar ja, dat is een paar keer. En dan zeggen ze, nee, dat wil niet, hè? Nee. Dus dat is wel jammer, maar zo is het nog wel. Ja. Nou ja, verder doe ik dan altijd, vanaf de tuinbouwschool tot nu, ben ik ook Sinterklaas. Dit speelt voor Hulp Sinterklaas, bedoel je? Hulp Sinterklaas, ja. Dus op de tuinbouwschool was ik, dat is dan voor hogere leeftijden. En dat heb ik tot aan het laatste toe ook gedaan. En toen ik hier bij de gemeente kwam, toen is het van begin al een zo. Jij bent ook als Hulp Sinterklaas altijd bij de gemeente? Ja, zeker. Ik heb nou een mooi... Maar bij het gemeentehuis of kom je dan ook bij de boot aan? Nee. Dat is de echte? Nee, dat is de echte. Ik zit in de Wiekelaar. Zie. 25 jaar Hulp Sinterklaas bij de gemeente Delfzijl. Ja. En dan neem jij het personeel en de kinderen van het personeel... Dit is vooral voor de kinderen. Dat is voor de kinderen. Ja. En het personeel dus... Kinderen van het personeel, die krijg je daar zelfs letterlijk op je schoot. Zeker. Ja, mooi hè? Ja. Ja, dat is een mooie... Ik heb Sinterklaas ook mogen interviewen. Het is een fijne man. Ja, tuurlijk. En het is ook prettig om... Ik weet ook van hem. Als hij hier rondloopt, dan voelt hij zich ook echt zijn naam. Ja, natuurlijk. Vooral in Dalfzijl. Ja. Jij vertelde mij wel eens een keer dat je...
Nou, als het weer een beetje toelaat, dan stap je elke dag op de fiets? Als het een beetje weer is, ja, wel ja. Ja. En dan fiets je niet 10 kilometer? Nee, dat is dan tussen de 50 en de 80 kilometer. Tussen 50 en 80 kilometer? Ja. Op je eigen oude fiets? Op een eigen gewone fiets. Je hebt een leeftijd zeker voor een elektrische fiets? Nee, maar, die al, nee, dat doe ik niet. Nee? Nee. Nee? Nee. Mijn conditie is goed genoeg, ik ben gezond nog. En dan doe ik dat niet. Je gaat gewoon op je drieversnellings, Turbine Archer. Ja, het is wel met 24 versnellingen. 24? Ja, drie aan de ene kant en aan elke kant is het dan 8 of zo. Maar ik gebruik er meestal maar 2 van. Behalve als ik alleen maar de berg op moet. Ja. Dan moet ik even terug naar de vrij kleine. Maar Monschau en nou ja, al die bergachtige omgevingen waar je geweest met Luxemburg. Ja. Dat doe je ook nog? Dat doe ik nou niet meer. Oh. Maar ik zou het wel willen. Ja. Ja, ik vind het prachtig, joh. Maar nee, ik ben nu wel alleen maar de Lemelenberg en de Holterberg. En een paar weken geleden ben ik nog de Lutterberg gaan. Kun je dus ook, dat vind je helemaal naartoe. Ja, dat vind ik prachtig. Ja, dus van hier naar ja, kijk, je moet zo rekenen, de straal is ongeveer van Dalfsen ongeveer 30, 35 kilometer hier vandaan. Hmm. Dus afhankelijk van de wind, dan kun ik in Meppel of Zuidwolde. Eerst in de wind in. Eerst in de wind in. En dan je naar het zuiden gaat, Olst en nou ja, Deventer ben ik wel geweest. En aan de andere kant Nijverdal enzovoort. Ja. Mensen die dat graag willen, een beetje les in een cursusje. In muziek lezen, noten, schrift en hoe dat gaat. En dat heb ik nou bij stukken wat mensen van Just for Fun gedaan, het koor waar ik zit, 18 man op een gegeven moment. En ik zit nu bij een ander koor, bij Soli Deo Gloria, daar zit ook een man of 13. En dat vind ik leuk. En leer je een beetje de noten, et cetera. De noten en, nou ja, goed. Maar dat is voor die mensen is dat iets wat ze heel vroeger misschien gehad hebben. Mm. En, een beetje opfriscursus. Ja. En dat vind ik wel leuk. En dat doe ik dan heel kalm. Dus niet zoveel mogelijk erin pompen, want die leeftijd hebben ze niet meer om dat meteen op te nemen. Lekker zo en dan doen we het volgende keer weer. En komt er nog een keer, dan komt er nog een keer. Ja. Ik help nog bijvoorbeeld bij D'Amito en ik zit nog in een stembureau en nou, dat soort zaken. Ik zit nog in een comité om wat gelden voor het kerkorgel bij elkaar te krijgen. Dat is Vrienden van de Grote Kerk. Nou, en dat soort zaken. Zorg ervoor dat ik dus nog niet achter de geraniums ga zitten om de blaadjes te tellen. Nee, jij bent echt een man, je moet naar buiten, je moet onder de mensen zijn. Ja. En dat kan ook alleen, want je fietst altijd in je uppie. Dus je kunt zomaar zeggen ook je met jezelf vermaken. Ja, dat kan. Maar ik kijk meer om me heen, hoor. Ja. Ja, dat vind ik wel mooi. En uiteindelijk, je ontmoet eens een keer wat mensen en ik vind het prachtig. Ja. Ja. Gelof, de tijd is op. Ja, nou. Ik kan nog wel uren met jou praten, want je hebt zoveel dingen gedaan en doe je nog. Ja, ja. Ja. Maar ik wil toch afronden, want de tijd is inderdaad op. Erg leuk dat je eens even een inkijkje gegeven hebt in 73 jaar leven. Ja, dat is veel. Dat passeert er heel veel. Ja, ja, ja. En niet allemaal van hetzelfde, dat is ook leuk. Nee. Want je hebt ontzettende variatie aan activiteiten. Ja, dat ook, ja. Van muziek tot sport en van banen hier, banen daar. Ja. En ondanks dat je hier nog maar pas woont, hè? Je bent nog steeds import, dat blijf je namelijk altijd. Dat, ja. Ben je toch ook zo geworteld in de hele gemeente. Ja, ja. Heel mooi om dat eens mee te maken. En ik weet zeker dat heel veel mensen het leuk vinden om eens wat achtergronden van jou te horen. Want ze zien je overal. Heel veel spreken je ook. Ja, ja. Maar dan blijft dat natuurlijk vaak thematisch beperkt. Ja. Erg leuk dat je zo een achtergrondje hebt willen bieden. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Ik wens je nog heel veel goede jaren. Dankjewel. Samen met G en de kinderen en de kleinkinderen. Ja, ja. Nou, het gaat heel goed. Prima. En ik heb begrepen dat als TV Dalfsen een keer een avondje gaat organiseren waar ook muziek is, dan kunnen we je bellen. Kunnen we altijd bellen. Ja, bellen kan sowieso. Prima hoor. Ja, okay. Is goed. Dankjewel. Bedankt.